De Cameroenees. Messi. Terug naar Eto'o. Doelpunt. En buitenspel? Nee. Het is 1-1. De eerste flitsende aanval van de wedstrijd van Barcelona. 55 minuten hebben we daarop moeten wachten. En in de 56e minuut wordt het 1-1. De topscorer van vorig seizoen. Maar dit is toch buitenspel voor Gioulie. Maar die wordt overgeslagen. Al kun je daar als tegenstander je twijfels over hebben. Die detaillering van de regel wordt wel heel erg in het voordeel van Barcelona uitgelegd. Want als keeper houd je toch wel degelijk.